Veel grotere steden zijn waardevolle archeologische bronnen, waaruit we veel kunnen leren over de lokale en nationale geschiedenis. Vandaag is het de dag van de stadsarcheologie en staan we landelijk stil bij de historische schatten in verschillende steden. Uiteraard heeft Maastricht ook van deze opgegraven pareltjes die te vinden zijn in het gemeentedepot van het Centre Céramique. Maastricht is archeologisch de rijkste stad van Nederland. Een van de rijkste periodes is de periode als het Romeinse Rijk in elkaar gestort is. Maar hier in Maastricht gaat gewoon alles door. En we hebben dus een enorm rijk grafveld ontdekt tussen Borgharen en Itteren. De dame in kwestie hebben we een naam gegeven, Itta. Ik heb in mijn hand hier een reconstructie. Dus ze was een vrouw die in de 40 ergens moet zijn geweest. Dat op basis van het skeletmateriaal kunnen specialisten dat zeggen. En wat ook typisch is voor die periode, dat vrouwen altijd met juwelen, met persoonlijke juwelen werden bijgezet in het graf. Ik heb hier één voorbeeld liggen. Dat is een mooie mantelspeld, een zogenaamde fibula. En die was oorspronkelijk helemaal ingelegd met almandine, dus een half edelsteen, en groen glas. Maar dan hadden ze ook glaswerk, aardewerk, want dat was in feite de Romeinse traditie, omdat men dacht dat ja, hier in het hiernamaals moet je ook kunnen eten en drinken. Met de herinrichting van het Centre Céramique in het vooruitzicht, waarbij meerdere culturele instellingen hun onderdak gaan vinden in het gebouw, is het ook zaak dat de archeologische collectie die onze stad rijk is een prominente plek krijgt. Op de vierde verdieping zal hoogstwaarschijnlijk dit ensemble gaan landen. De zesde, zevende eeuw, dus dat de gouden eeuwen van Maastricht. Toen was Maastricht de bisschopstad dus, en ook een rijk economisch centrum met een eigen muntslag. En dan komt Itta terug? Dan komt Itta weer terug, want er is toch een hoop moeite geïnvesteerd dus door specialisten om zo'n mooie reconstructie te maken. En dan krijgt ze een ereplaatsje.